wat bewegen. Je ziet een soort haartjes. Ja, klopt. Ja, ja. En die, nou, die kleine haartjes, die smelten zo'n beetje twee keer de aarde. Ja, dat. En dat filter dat houdt 99,90% van het zonlicht gaat hij tegen. En dan heb je toch nog dit beeld. Want je ziet de maan zoals het 3 seconden geleden was. Nooit nu. Dat zie je niet. En hoe verder weg je kijkt, hoe langer die tijd is. Het waterstofatoom, waar dus de zon hoofdzakelijk uit bestaat, die bestaat hoofdzakelijk uit waterstof. En die golflengte van dat atoom, wat kunnen ze met een filter? Kunnen ze dat dus zo filteren dat wij het wel kunnen zien in het rood. En rood in de regenboog kunnen we gewoon zien. De cyclus van 11 jaar qua de zonnevlekken. En hoe meer zonnevlekken er zijn, hoe meer activiteit er ook aan de randen zijn. En nu zitten we naar het minimum toe, want er zijn ook geen zonnevlekken te zien op dit moment. En als er nog even wel uitbarstingen zijn, langs de rand van de zon, die kan je dan daar kan je die zien. En dat kan niet in deze. Dat gaan we niet. Trillen ook, hè? Inkijken. Met je ogen erin. Zie je die grote rode bal? Dat is de zon. Ja. Dat is de zon. Ja. Mooi, hè? Leuk hoor, maar die schijnen toch niet. Ja, de zon. Dat is zo, goed zo. Ja, goed gelukt, high five. Dan ga jij even naar die mevrouw toe, dan gaat zij jouw brood geven, kun je op een stokje doen. Ja. Alsjeblieft. Mag je op een bankje gaan zitten? Ja. En dan gaat Marcia jou verder helpen. Hier zo houden. Je hebt honger, dan moet je een broodje bakken. Doet u dan zo? Oh, mag ik brood? Dank u wel. Die meneer misschien wil u ook proeven? Zie nou honing in de lente, die smaakt anders dan als hij, ja. Er staan ook vaak nummertjes bij de verkoersen. En als u goed kijkt, dan zit in het midden, ligt een grill links. Dat is een bak van 3x3. En in dat bak moet de handler blijven staan. Je mag dus niet uit dat bak, want dan word je gedistaliseerd dan. De parcours kunnen elke keer anders zijn van variatie. Dus de renners weten ook nooit welk parcours ze voor hun neus krijgen en wat ze moeten trainen. Hé, hey, hier hebben we nog een mat, we gaan ook even oefenen. Juist, kijk, dat ziet er netjes uit. Super! Je ziet dat Sandra nog buiten het hendlersvak haar hondje begeleidt. Omdat vanuit het hendlersvak de Jor waarschijnlijk nog niet zo ver van de baas af te kunnen werken. Die Jor denkt ik ga naar het water. Oh!
dat is onkruid toch? Ja. Dat hebben wij ook. Als jij Oostenrijkse wilde bloemen van. Hoofdverstrekkers van. Dat is lekker knapperig. Ja, die dompel je in chocola. Nou, het lekkere is dat het zo knapperig is. Heerlijk. Ja, ik vind het zelf heel lekker over een pizza heen. En dan met kaas eroverheen. Dan koop je een kale pizza bij de Jumbo. Er zit alleen tomaatsaus op. En dan kan je hem gaan garneren. Roze koek wordt gemaakt van schildpaars. Die pletten ze. In Peru wordt het gedaan. En op het Canarische eiland pletten ze. En dan krijg je kleurstof. En dan gaan M&M's, marshmallows, spekjes met roze koek. Wij zijn van De Valk Roofvogels en wij komen ook uit De Valk. Ik ben Bettine en ik ga u van alles vertellen over de vogels die we gaan vliegen, want we hebben heel wat meegebracht. Jullie gaan straks versteld staan wat er allemaal uit dat witte busje is gekomen. Wat ik in ieder geval kan verklappen is dat we klein gaan beginnen. Dan gaan we steeds een stukje groter en dan gaan we natuurlijk met de allergrootste eindigen. Dit is namelijk de uilnachtzwaluw. En deze uilnachtzwaluw is echt de allergrootste soort. En in Australië noemen ze hem de Tawny Frogmouth. Dus jongens en meisjes, dat betekent de kikkerbek. Hey, dan zeggen we bek. Dat zeggen we tegen elkaar niet, hè. Tegen dieren mag het wel, die hebben een bek. Dus dit is de kikkerbek. Hij heeft ook een ontzettende grote mond. Ik ga eens kijken of hij hem misschien even open wil doen. Kijk, ja, jullie kunnen het hier van dichtbij goed zien. Hij heeft echt een hele grote bek, de kikkerbek. Dus hij kan gewoon ook in één keer een kikker of een muisje, kan hij in één keer naar binnen toe slikken. Nou, daar hebben we Gerard met een stukje vlees, een stukje kippenvlees en hoppakee. Slikt hij dus echt zonder te kauwen, hè, want tanden hebben ze niet. Slikt hij gewoon in één keer naar binnen toe. Die is nog kleiner als de nachtzwaluw. Alleen, ik moet er wel even bij zeggen, die kan op uw hoofd gaan zitten. Wees niet bang, niet schrikken. Als je gewoon rustig blijft zitten of staan, is er helemaal niks aan de hand. Kijk eens even, daar zit hij al bij de fotograaf, bovenop zijn pet. Dit is ook niet de Europese torenvalk die wij in Nederland hebben, maar dit is de Amerikaanse torenvalk. En die is een heel stuk kleiner. Het torenvalkje zit inmiddels terug op zijn plekje. En kijk eens even wat we hier zien. De woestijnbuizerd, die mag proberen om dat te vangen. Weer mooi over Gerard heen en... Ah, weer niet. Komt hij alweer aan. En opletten, hè. Daar gaat weer een stukje prooi. Ja, nou had hij hem. Hartstikke goed. Kijk, daar zit hij al. Ja, het is een slimmerd, hè. Hij krijgt natuurlijk iedere keer wat lekkers die woestijnmuizen daar in die handschoen. Wat doen ze? Als ze een prooi hebben gevonden, gaan ze met een hele groep woestijnmuizen gaan ze achter die prooi aanvliegen om dat moe te maken. Dus op die manier werken ze samen. Dan hebben we de volgende alweer en dat is de valk. Die gaan we een loer draaien. Ja, dat is een heel mooi spreekwoord, dat komt uit de middeleeuwen en dat is echt afkomstig uit de valkerij. U kunt zich dus eigenlijk voorstellen dat die loer, dat bijvoorbeeld een duif is. Hij gaat dus niet jagen achter een echte duif aan vandaag, maar achter onze nepduif, de loer. En mis. Ja, dan denkt u, hey, waarom geeft hij hem niet? Hij is daar gaan zitten, geef hem dan, weet je wel, als hij dan komt. Nee, we willen juist dat hij door blijft jagen. We draaien hem vlak voor zijn neus weg. Hij zou het helemaal niet leuk vinden als hij hem gelijk zou krijgen. Kijk eens eventjes. Dat gaat snel, hè? Hij komt dus echt aanduiken op die loer, zeg maar, op die nepduif. En dan komt hij weer, pas op, hè? Zo, hé. Oeh. Ja, soms duurt het even, maar dan heeft hij de smaak te pakken. Gaat hij daar tussen de bomen door en komt hij weer heel laag. Zo, ja, vlak over het hoofd, maar hij moet ook hier weer net op tijd omhoog komen natuurlijk. Hè. Komt hij weer hier om het hoekje. Ja, zo gaat hij dus jagen. Best bijzonder, hè, om dat van zo heel dichtbij te kunnen zien. Komt hij weer, let op, gaat hij weer een duikvlucht inzetten en mis. Vooral in een duikvlucht.
kunnen valken echt enorme snelheden behalen. Het zijn net straaljagers. Ja, en uiteindelijk mag hij hem bij ons ook altijd hebben. Dus we gaan zo meteen ook zien, let op, daar komt hij weer, hoe hij zijn prooi gaat slaan. Zo zeggen we dat in de valkerij. En ja, ik vind eigenlijk dat hij het goed doet. Kijk eens eventjes, en dan mag hij hem ook hebben. Want dan wil je het alleen opeten, dan heb je niet zo'n zin om te delen. Nou, dat heeft die vogel ook niet. Kijk eens even, helemaal zijn vleugels over zijn prooi heen. We gaan hem eraf lokken met een nog lekkere stukje. En dan gaan we jullie nog een andere jachttechniek laten zien. Want in de valkerij hebben we jachtvogels van de hoge vlucht. Nou, dat hebben we gezien. De valken, die jaagt hoog door de lucht heen. Maar we hebben ook roofvogels die juist laag bij de grond jagen. Bijvoorbeeld achter een konijn aan. En dat willen we jullie ook laten zien. Kom maar. Mag jij ons konijn wezen vandaag? Goed vasthouden. En dan mag je gaan rennen. Kijk eens hoe groot de voorsprong je krijgt. Gerrit gaat helemaal daar staan. Doe maar. Ik zie je duim. Je mag gaan rennen. Kijk, daar gaat het konijn bewegen. En dan wordt het interessant, hè, voor de valk. Ja, hebbes. Hartstikke goed. Ja, en die denkt, ik ga mooi beschut. Ga ik daaronder zitten. Hartstikke goed gedaan. Dat applausje, dat was voor jou. Hij vliegt zo de tent in. Prachtig, hè? Wat zeg je? Ja, ik sta erbij, hè? Hè? Dus hij is aan gaat ruilen en dan vindt hij niet geruisloos. Maar goed, als hij dus helemaal goed in zijn verenkleed zit en hij is helemaal droog, kan een uil geruisloos vliegen. Een uil heeft ook grote ogen, maar dat betekent niet dat hij lief is. Nee, het is een echte jager, een echte killer. Ja, en ze eten dus ook echt alleen maar vlees, hè? Dus vergist u niet, het zijn geen huisdieren. Het verenkleed heeft ook een vetlaagje eroverheen. Die houdt hij zelf ook bij, hij poetst zichzelf. Dus aaien, daar houden ze ook niet van. Want dat vetlaagje is eigenlijk een soort van natuurlijk regenjasje. En dat zorgt er dus voor dat hij bestand is tegen alle weersinvloeden. Nou, zeker natuurlijk als het regent. Maar wat is die mooi, hè? Hij komt hier in Nederland voor de oeh. Hij is een tijdje helemaal weg geweest. Maar er zijn weer een aantal paardjes in het wild. Daar komt de volgende vogel aan. Dat is een van onze vreemde vogels. De hoornraaf. En daar gaat de slang. Deze hoornraaf die komt normaal gesproken voor in Afrika. Dus hij vindt het temperatuurtje vandaag heerlijk. Maar hij jaagt daar onder andere op slangen. Nou, en dat laat hij heel leuk zien met deze nepslang. Wat grijpt hij met zijn klauwen zoals de roofvogels doen? Nee, hè? Hij pakt hem met zijn snavel. Hij kan ontzettend hard pikken met die snavel. En waar pakt hij hem dan? Achter zijn kop, zodat hij hem daar gelijk dood kan maken. Heel erg slim. We hebben prachtig weer, maar in Afrika is het natuurlijk nog veel droger. Deze vogel die houdt er ook van om te badderen in van dat droge stuifzand. Kijk eens even wat hier aankomt stappen. Ja, dit is ook een van onze vreemde vogels, maar wel een hele mooie. Kijk eens hoe prachtig die is. Een kraanvogel. Want hij weegt wel ongeveer 5, 6 kilo. Dus dat is een zware vogel. Dat gewicht dat staat ook nog eens heel hoog op de poten. Ja, en het is geen roofvogel die zich even vastgrijpt aan die handschoen. En die heeft niet zoveel kracht in die klauwen. Dus hij is met zijn vleugels bezig om zijn evenwicht te bewaren. Dat hij netjes op die handschoen kan blijven staan. Kijk eens even. Nou, laat je spierballen zien, meis. Goed zo. Hartstikke netjes. Hij eet in de natuur vooral wormpjes, insecten, zaden en andere plantendelen. En hoe komt hij daaraan? Nou, hij gaat met zijn grote poten gaat hij een beetje op de grond stampen. En dan komen de wormpjes en piertjes naar boven. Mooi, hè? Schitterende vogel. De kroonkraanvogel. En papa, daar zit hij weer. Prachtig, hè? Het nationale symbool dus van Oeganda. En dat betekent ook dat die zeearend, daar gaat hij, even een rondje mag maken. Wauw. Ja, en dan ben ik ook heel benieuwd of die een beetje netjes gaat landen bij Geer. En die zeearend kan dan nog zo groot zijn, maar die kan zich wel van zijn apropos laten brengen. Wauw, en er stond nog wat. Prachtig. Nou, graag een applausje voor deze schitterende zeearend, want hij heeft het echt prachtig gedaan. En wat doet hij nou? Het lijkt net alsof die Gerard het heel erg leuk vindt. Dat hij zo zegt, hé, makker, daar ben ik weer. En slaat zijn vleugel om hem heen. Maar dat is het niet, hoor. Hij is puur weer zijn prooi aan het beschermen.
He, dus niet omdat hij Gerard zo leuk vindt, maar puur voor dat eten komt hij bij hem. En daarom slaat hij ook weer zijn vleugels daaromheen. Hij is aan het mantelen. He, dus aan het afdekken die prooi. Hij gooit zijn eigen jasje, zijn eigen manteltje, gooit hij daar overheen. Misschien horen jullie van dichtbij de bordjes wel kraken, want hij heeft een lekkere beloning in die handschoen. En dan gaat hij echt stukken van afscheuren. Alles gaat hij opeten. Nou, we hebben hem schitterend zien vliegen. Kijk eens, daar gaat alles al. En weg. Boertje erachteraan. Klaar. Ik wil u allemaal ontzettend bedanken voor uw aandacht. Een hele fijne dag nog toewensen. En misschien wel tot de volgende keer. Tot ziens. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijken we naar papa. Ja, kijk eens hierheen. Ja hoor. Mooi. Kom maar. Op mijn rug. Ik ging even door mijn knieën. Ja. Nee, nu was het goed. Je hebt de foto nog niet.